Liam, welkom. Wij hebben een kijkersvraag voor jou. Zou je die willen voorlezen? Beste Liam, kun jij antwoord geven op de vraag van Alexander Heidendaal? Waar is de derde partij in de VS? Ja, we zien wel dat er derde partijen zijn. Je hebt bijvoorbeeld de Green Party van Jill Stein of de Libertarian Party, de Libertarische Partij. En je hebt ook figuren die doorgaan als onafhankelijke kandidaat. Maar in de praktijk zien we dat derde partijen op de lange termijn heel moeilijk invloed en macht kunnen blijven uitoefenen in Washington. Eigenlijk houdt het systeem in dat partijen die een redelijke score krijgen, maar niet de grootste zijn, eigenlijk niet daarvoor beloond worden. Dus alleen de winnaar, alleen de grootste partij, die krijgt eigenlijk alle voordelen die bij de verkiezing gemoeid gaan. Om even een voorbeeld te geven, in Nederland was het nieuw sociaal contract van Pieter Omtzigt. Had voor het eerst meegedaan aan de verkiezing als een nieuwe partij. En die had een hele goede uitslag. Toen heeft de NSC ook veel vertegenwoordiging gekregen in het parlement. Eigenlijk in proportie, proportioneel naar die 20-30% die ze vaak haalden. In Amerika zouden ze dus bijna geen vertegenwoordiging krijgen, omdat ze nergens echt de grootste zijn geworden. Dus de drempel is heel hoog om eigenlijk vertegenwoordiging te krijgen en effectief mee te kunnen doen in het politieke landschap. Wat je in de Verenigde Staten ziet, omdat je dat systeem hebt, is dat veel kiezers die voelen zich wel aangetrokken tot zo'n nieuwe flashy derde partij. Maar ze gaan toch eigenlijk uit strategische overwegingen gaan ze toch voor een van de twee bestaande partijen. Omdat ze het gevoel hebben van ja, als ik op zo'n nieuwe partij stem, dan is de kans heel klein dat die partij ook echt de winnaar gaat worden. Dus dan kan ik maar beter mijn ongenoegen met de bestaande partijen even opzij zetten. Even door de oogharen kijken en dan toch de schoonheid toch van die bestaande partij zien. Ook al geeft meer dan 60% op dit moment in de Verenigde Staten aan dat ze wel wat voelen voor zo'n derde partij. Ja, de geldstromen, de donatiestructuur in de VS zijn ook een belangrijke reden. We hadden het net even over het gedrag van kiezers. Maar donateurs gaan eigenlijk om diezelfde reden ook veel liever investeren in de bestaande twee partijen. En die hebben een veel sterkere lobbykracht. Die kunnen veel beter die donateurs aan zich binden. Voor derde partijen is dat een stuk moeilijker, omdat het simpelweg moeilijker is om die donateurs te overtuigen dat zij belangen kunnen gaan behartigen in Washington. Er werd gedacht van RFK, dus Robert F. Kennedy Jr., die in deze verkiezing een belangrijke derde kandidaat was, dat hij wellicht van een van de twee partijen stemmen af zou kunnen snoepen, eigenlijk. Waardoor die partijen het moeilijk zouden kunnen krijgen in bepaalde belangrijke staten. En de meningen waren een beetje verdeeld over welke partij dan het meest daaronder te lijden zou hebben. Later was de consensus eigenlijk dat de Republikeinse Partij daar meer last van zou hebben. We zagen recentelijk dat Robert F. Kennedy gewoon partij koos voor Trump en dus eigenlijk zijn derde kandidaatstatus opzegt.